Breda Nu. Het Breda's Museum op straat, ook wel bekend als de Blind Wall Gallery, is vorige week vrijdag weer uitgebreid met een nieuwe muurschildering in de Akkerstraat. Breda Nu was bij de opening en wou graag het verhaal weten achter dit schilderij. De Blind Walls Gallery hoef ik denk ik niet meer uit te leggen aan mensen. We hebben zo'n fantastische mooie expositie in de openbare ruimte van fantastische kunstwerken. En we staan nu in de Akkerstraat en hier is ook weer een blind wall achter ons. Eigenlijk op een dubbele garage in het Akkerstraatje. Dat is weer een hele mooie toevoeging op wat we al hebben. En past ook helemaal bij het thema van de maand van de geschiedenis in oktober. Deze muurschildering is geïnspireerd door het verhaal van Maria van Antwerpen. En Maria van Antwerpen was een vrouw die was oppasser, babysitter. Maar op een bepaald moment wilde zij het leger in. Alleen het probleem was dat vrouwen in die tijd helemaal niet het leger in mochten. Dat vond Maria van Antwerpen onzin, dus die verkleedde zich als man en heeft toen heel lang in het leger gezeten. Ze is zelfs met een vrouw getrouwd geweest en die vrouw wist niet dat zij eigenlijk ook een vrouw was. Ik weet niet precies hoe dat dan werkt in het huwelijksbed. Dat is goed om dat te accentueren, dat we dat belangrijk vinden. En het vraagteken daarachter, dat voor ons niet uitmaakt wat je bent en dat iedereen daar gelijk in mag zijn. Uiteindelijk is ze wel ontmaskerd en is ook terechtgesteld, dan mocht ze niet meer aan het leger. En ze is uiteindelijk hier ergens in Breda in relatieve anonimiteit overleden. Het is een van de vele verhalen die bekend zijn van vrouwen die stiekem het leger in zijn gegaan. En we denken dat er nog veel meer vrouwen zijn, maar ja, die zijn nooit gepakt. Dus er zijn echt honderden gevallen van bekend. Leuk om hier te zijn bij deze verklaring. De Blind Wall voor geopend. Breda Nu.